wens van meneer Koradin om dit te doen, dat is hoffelijk. Ik denk dat het, er nog meer initiatieven als dit zouden moeten zijn om te weten dat er landelijk niet altijd mogelijk is om die ondersteuning te geven aan een ziekenhuis. Meneer Koradin die is 27 jaar lang lid van onze Raad van Commissarissen geweest. We hebben heel veel geleerd van meneer Koradin. We waren vorig jaar in 2018 60 jaar. En als ik dan zeg dat hij 27 jaar in de Raad van Commissarissen is geweest, begrijpen jullie allemaal wat voor advies hij ons heeft gegeven, de begeleiding die hij ons heeft gegeven. Wat geef je aan meneer Koradin als dank? We hebben toen zijn familie gebeld. En zij zeiden, de wens van hun vader was om aan de intensive care afdeling van het AZ een nierdialyse apparaat te geven. En voor ons was toen de keuze dan heel snel gedaan en daarom staan we vandaag hier. Want samen met zijn bedrijf Hatramei, met zijn kinderen hebben we dat ook samen georganiseerd, hebben we samen ervoor gezorgd dat vandaag de dag het nierdialyse apparaat hier staat. Rest mij alleen te zeggen dat ik heel erg blij ben om mijn dokter te zien. Die dag en nacht met me bezig was. 3,5 maand lang. Van een leek tot een mens heeft hij gewerkt aan mij. Ik heb 3,5 maand op de intensive care gelegen. En ik heb gezien hoe het AZP, in het bijzonder de ICU, met kunst en vliegwerk bezig zijn met de patiënten. Ik heb het ter harte genomen dat zolang ik leef, ik graag vrijwillig me ga inzetten om mensen aan te sporen dit bedrijf te helpen. Want daarmee helpen wij onze medemensen. Dus met deze bijdrage zijn we blij, ben ik blij. Het is een eer voor mij dat we dit hebben gegeven. Ik wil VSH dankzeggen. En natuurlijk gaat er aan mij ook voor deze geste. En ik hoop dat we zo min mogelijk gebruik hiervan moeten maken. Het is natuurlijk nodig, maar voorkomen is beter. Ik dank u zeer en ik hoop dat het ziekenhuis een belangrijke mijlpaal bereikt heeft. Ik kan u zeggen, meneer Roy, het is zeker een bijzondere dag voor het Academisch Ziekenhuis. Mensen denken vaak van als we kleine gesten krijgen is het niets, maar dat is het niet. Omdat elke geste die we krijgen, met name een dialyseapparaat, betekent in ieder geval dat we meer mensen kunnen helpen. En zoals we het vaak genoeg zeggen, geven aan het Academisch Ziekenhuis is geven aan die samenleving. Ik moet zeggen, ik luisterde naar u toen gegeven moment het verhaal vertelde van hey, u heeft 3,5 maand hier gelegen onder leiding van dokter Ramdani en de mensen daar. En u heeft gezien wat ze allemaal hebben moeten doen om in ieder geval geef met u weer een duw te geven in een goede richting. En vandaag is het bewijs geleverd. U loopt en u feitelijk vertelt u het verhaal gegeven moment als die ander van hey, dat het wel kan. Toch dat mensen ook verder kunnen genezen. En ik moet zeggen dat we vaak genoeg niet beseffen, en ik zie dokter Ramdani zitten en hij denkt na, en dat mensen vaak nog niet beseffen wat ze dus elke dag daar moeten doen op die afdeling. Wanneer je er komt, ook als patiënt, maar ook als bezoeker, dan besef je vaak genoeg van, hey, er gebeurt veel meer dan alleen een gegeven moment kijken vanuit het Academisch Ziekenhuis van buitenaf. Dus gesten zoals deze van VSH, van Hatramei, zijn altijd welkom. Dus voor ons zeker een bijzondere dag vandaag, is weer een stap vooruit. Met name op de intensive care afdeling. Dus ik kan u verzekeren,
Met deze gest, het heeft een waarde van, als ik me niet vergis, 25.000 euro. Gaan we er zeker goed mee om. We zullen er goed voor zorgen, omdat we ook andere patiënten moeten helpen die dus op de intensive care afdeling. Dus ik wil u zeggen, Hatramee, VSH Groep, hartelijk dank. Grand Tangi, het is voor ons een heel belangrijk moment dat we vandaag hier met u kunnen zijn. En vooral met u, meneer Roy.